Dit is... Dit is hem. Ah, dit is een fles wijn. Dat is hem. Joh, Wil. Dat lijkt wel een... kwaliteitswijn. Ja, is niet rot. Nee. Is niet rot. Nee. Waar komt hij vandaan? Uit de fles. Ja, en de streek. De wijnstreek. Even proeven. Nog even proeven. Even de wijn laten walsen in de mond. Ik denk Frankrijk. Het jaar. Is het een goed wijnjaar? Nou, dat moeten we ook even proeven natuurlijk. Ik denk dat je bij dit nummer beter niet vooraan kunt zitten trouwens. Pour moi, personnellement, je pense que c'est... franchement, c'est pas... je pense que c'est du vin... Oui, c'est du vin. Oui, c'est du vin. Et c'est de 1960... Ja, staat het niet gewoon op de etiket? 1983. Ja. Hey, Wil, en nog even voor de kenners. Is die van de Loef of van de Leizijde van de Bergen? Nee, het zijn druiven. Nou, dit is hem dan. En ik zou het heel plezierig vinden als je hem nu voor iedereen hier aanwezig zou willen beteugelen. Ja. Ik zal het zo goed naar volle eer en geweten beteugelen. Ja, je mag hem nu dus gewoon proeven. Proeven? Ja. Ah, zeg dat dan, joh. En daar neemt Van Waardenberg een flinke slok. Het ziet er dan uit dat die fles ad fundum zal ledigen. Sterker nog, hij doet dat ook. En de jong die kijkt daar toch wel met enige belangstelling. Die luistert even aan de buik van Waardenberg of het al aankomt. Nou, die fles is leeg. Nou, en? Ik vind er niet veel aan, Wil. Ik weet niet waar je hem vandaan hebt, maar mijn hele mijltrekker was geef. Nee, dat is hem niet. Lijkt me een wasbenzine, man. Nou, dat wordt even een rondje heen en weer spugen. De jong spuugde Waardenberg even op zijn ketelpak. Die staat nu verontwaardigd te kijken. En begint daar ook een flinke hap speeksel te verzamelen, zo te zien. En daar gaat hij op het kraagje van Wilfried de Jong. En ja, daar zal ook wel weer een antwoord op komen natuurlijk. Want zo gaat dat bij humoristische duo's. Waar zullen we die eens terecht laten komen? In het borstzakje van Waardenberg. Even goed openzetten. Ik weet niet of het centmicrofoontje dat daar in de buurt zit wel tegenkomt, maar dat merken we zo wel. Waardenberg moet zelf even het zakje open, flink open houden. De jong neemt wat afstand. Het is natuurlijk een kwestie van goed mikken. Ah, hij haalt even lekker zijn neus op. Dit zijn bepaald geen frisse jongens, maar dat wisten we al. Hij neemt een flinke aanloop. En spuugt Waardenberg volop in het linkeroog. Nou, dat wekt wel enige hilariteit hier in de zaal. Maar het ergste moet volgens mij nog komen. Het stemmen hoor ik hier iemand naast me zeggen. Nou ja, u hoort het zelf misschien wel, de reacties in de zaal. En wat zal er nu gebeuren?
Waardenberg haalt even zijn neus op vanaf zijn enkels. Zet zich schrap. En de jong die staat erbij alsof hij dat allemaal gewoon leidzaam ondergaat. De mond van Wilfried Jong wordt nu wijd opengezet door Martin van Waardenberg. Die nu een aanloop neemt. Nog eens lekker ophaalt. En Waardenberg vol in de mond spuugt.